Fans is een geekstore hier in Antwerpen. Ja, wij verkopen vooral collectibles, limited editions en het betere toys, zoals men dat noemt. Ja, en geeks, voor de gewone mensen, wat is dat? Ja, geeks zijn mensen die eigenlijk... We zijn eigenlijk allemaal een beetje geek, hoor. We zijn allemaal wel gek van een film of van een verhaal of van een spelletje. En soms gaat er daar zo diep in dat je daar meer over wil. Een klein beetje fetish. En dan zeg je bijvoorbeeld over... Ik heb bijvoorbeeld Lord of the Ring. En die willen dan alles van beeldjes, et cetera, die met Lords of the Ring hebben te maken. Ik neem aan dat ook Harry Potter en zo. Harry Potter zeker, Batman, Superman, Spider-Man, op dit moment zelfs heel populair, met dat het een zeer goede film is. Marvel, je hebt ook bijvoorbeeld mensen die alleen maar Marvel willen, of je hebt maar mensen die alleen maar DC willen. Dus eigenlijk is iedere geek is eigenlijk, men spreekt over geeks, maar iedere geek is toch eigenlijk wel heel individueel met zijn ding bezig. Want we zien dat ook, sommige mensen houden van Marvel en dan moet je niet met DC afkomen, terwijl dat alle twee superhelden zijn. En voor anderen gaan dat dan weer wat meer mixen. Plakt daar eigenlijk een leeftijd op? Zijn dat vooral jonge mensen? Ja, wel, daar zou je van verschieten. Wij hebben klanten vanaf 9 jaar. En soms zijn dat de grootste horrorliefhebbers. Hoe kleiner ze zijn, dan gaan die meer naar de horrorproducten en zo gaan. Maar wij hebben mensen van 60, 65 Star Wars liefhebbers. Dat is nog de oude generatie die nog 2 jaar moesten wachten op de nieuwe Star Wars film. Nu kan je die in 2 dagen zien, maar vroeger. En dat zijn altijd mensen die daar heel fervent dingen van verzamelen. En alles wat daar van binnenkomt, die dat ook willen in hun collectie. En je hebt mensen eigenlijk die bijna echt musea's thuis hebben staan. Ja, moet je daar ook geen groot budget voor hebben, want collectibles over het algemeen zijn toch niet goedkoop? Nee, dat valt ook wel mee. Hè. We zitten met een segment van €15, dat spreek ik vooral over Funko Pops. Maar wij hebben hier al mensen gehad die bij ons een Funko Pop hebben gekocht van €15 en hem daarna hebben doorverkocht voor €400, die hem lang genoeg bijhouden. En dat is natuurlijk wel met het verzameltoys, dat ook heel veel mensen die kopen, want sommige verzamelaars gaan zelfs nooit hun doos open doen. Die gaan dat gewoon bijhouden. Dat is een collectie. Ik heb bijvoorbeeld een klant, die heeft 400-500 beelden. De duurdere segment van beelden. En die zijn nog nooit niet open geweest, die dozen. Dus dat is een klein beetje, mensen verzamelen dat, weten dat de waarde naar beneden gaat bij het openen van de doos. En die dan eigenlijk, wachten 10, 15 jaar. En dat zien we nu veel gebeuren. Dan zit je plotseling op eBay iets wat je hier gekocht hebt voor €15, dat daar plotseling €400-500 of dollar voor gevraagd wordt. Dat is heel vreemd. Wat zijn zo nu de gekste dingen die je verkoopt? Van gekke dingen, ik denk eigenlijk een beetje al wat we in de winkel hebben, is gek. Hè. We hebben zo, dit hier, dat is bijvoorbeeld van de film vanuit de Mandalorian, maar dat is dan tegelijkertijd weer ook weer wat nostalgie. Dat is zo de Nerf guns dat je vroeger hebt, dat is dan met grote, moesse kogels. Vroeger was dat een hap, nu brengen ze dat terug weer uit. En er is een publiek voor, maar wij hebben ook bijvoorbeeld een enorm internationaal publiek. Ik heb een aantal maanden geleden, we verkopen een merk, Weta. Is dat? Weta zijn degenen die ook alles ontwerpen voor de filmen van Lords of the Ring en zo. En hadden we eigenlijk iemand die uit Tsjechië, speciaal met zijn auto, naar hier is gereden, omdat wij een bepaald beeld hadden van Gandalf nog in stok, en die nergens niet meer te vinden was, en die echt dat beeld wat we hebben, en zei, nee, ik kom het zelf halen. Dus we hebben al wel gekke dingen meegemaakt. Zo hebben we ooit eens een keer een reuzenbeeld van Superman in de etalage gehad. Dan stopte de wagen en dat was toen de ambassade van Roemenië. Kwamen die binnen, dat groot beeld, zullen we dat inpakken en opsturen? Nee, dat moest onmiddellijk in de auto voorbij. In die ambassade nergens, of bij hem thuis, ik weet niet. Dat zijn dan wel, dat je soms wel denkt van, er zijn toch wel verzamelaars overal te vinden.